Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. En de hele week hoor ik niets anders dan Fall Guys dit, Fall Guys dat. Ik had geen idee wat het was, maar Fall Guys is dus een nieuwe PlayStation Plus game die je nu gratis kan downloaden als je dus PlayStation Plus hebt. Toevallig heb ik dat. Ik heb hem net gedownload en ik ben reuze benieuwd. Tijdens Most Tavern was iedereen er lyrisch over. Ik zie er ook steeds meer en meer over terugkomen op social media. Dus ik dacht, het is gewoon de hoogste tijd om heel even deze game te gaan checken. Devolver Digital. Gaan we, jongens. Fall Guys. Nog nooit Fall Guys gespeeld. Nog nooit opgestart. Ik ben reuze benieuwd wat de hype is all about. I agree to all. Ik heb ze niet gelezen. Maar I agree to all. Start. Daar gaan we. Is er geen muziek? Dat is gek. Ik had wel verwacht dat er muziek zou zijn. How to play. You're about to star in the greatest game show ever created. So let's take a quick look at how things will play out and the prizes you can win. Yay. Hit play to enter into a show. You'll need to race, chase and outwit 59 other contestants across a random selection of rounds until you are crowned the winner. Get eliminated, try again. The cameras are always rolling. Compete in shows to earn kudos and win them to collect crowns. You can cash these in for cool prizes to dress up your Fall Guy. Don't care about that. Plus, you can use. You can unlock special rewards every season by playing and building up your fame level. Don't care about that either. As well as jumping, diving, grabbing, you can move with the left stick and adjust the camera with the right stick. Okay, dat had ik wel verwacht. Okay, laten we gewoon spelen. Kijk, waarom zou ik hem nog willen aankleden? Hij ziet er al perfect uit. Misschien een ander kleurtje? Nee, kleurtje is ook top. Kleurtje is ook top. We gaan gewoon hiermee aan de slag. Fall Guys, let's go. Je kan zeggen wat je wil, het ziet er cute uit. En dit is dus een soort van game show Battle Royale. Als ik het goed begrijp, kan je het best vergelijken met Takeshi's Castle. Ik heb nooit Die Hard Takeshi's Castle gekeken. Maar ik weet wat het is. Je kan het vergelijken met de Wipeout. Dat ken je misschien wel, dat is denk ik wel veel op de Nederlandse televisie geweest. Alleen, nu doe je zelf mee. Busy Heights, navigate the obstacles and race to the finish line. Met 60 man tegelijk dus. Dat gaat echt chaos worden. Oké, hier staan wij. Hallo. Let's go! Oké, kijk. Oeh, dit zijn goede strategieën, zie je? Oh. Gewoon meegaan ermee, ja. Yeah. Maar kan je elkaar ook beuken? Nee, toch? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet, namelijk. Ah! Hij probeert mij te beuken! Ja, hier gaan we. Hoe jump je? Zo. Ik ga best lekker hoor. Voor de eerste keer. Ik vind het helemaal prima. Is daar al de end goal? Kijk hem gaan! Die kleine Fallout guy van mij. Oh shit! Ja! Ik weet niet wat die rode knop is, dus ik ga er niet op lopen. Qualified! Net buiten de top 10. Oké, eerlijk is eerlijk, er zitten best wel wat toffe characters in als ik dit zo bekijk. Dus dan snap ik dat je wel wilt doorspelen voor die skins. Jezus, wat is deze shit gruwelijk. Bam! 42 qualify, one small trip. Oké, dan gaan we door toch? Dit is wel vet. Die duif, meneer, is cool. Next up is... Oh, we moeten ook voetballen, zag ik. Team tail tag. Use R2 to grab a tail. Make sure that your team has more tails when the timer runs out. Oké, wij zijn team geel? Of niet? Hoe werkt dat? Ik begrijp niet echt hoe dit werkt. Oh, je moet gewoon de tails van hun afpakken. Uh-oh. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik heb een tail. Wat? Ben ik nu al mijn tail kwijt?
Oké, we gaan hier ergens een tail afpakken. Oh, deze dingen bewegen ook. Daar. Je loopt niet harder? Pak hem dan! Oh, hoe kan die nou harder lopen met de staart? Hoppa! Nee! Dat duurde niet lang. Maar ik heb hem. Kom op! Dat scheelde echt helemaal niks. Kan hij niet gewoon naar beneden springen? Waarom doet hij dat niet gewoon? Toch vind ik als hij door zo'n hamer geraakt wordt, want hij neemt het risico dat hij zijn staart moet kwijtraken. Shit, ik dacht dat hij een staart had. Kom op. Pak die groene! Pak hem! Nee! Groen heeft veel te veel! Oh. Dan gaan we echt keihard verliezen zo. Hè? Waarom heeft hij hem niet gepakt? Nou hoor. Waarom pakt hij hem elke keer niet? Hoe dichtbij moet je zijn dan? Ja hoor. Deze man. Hij heeft wel een hele sikke move hier. Qualified! We hebben een staart, jongens. Wat als we gewoon in deze eerste game gewoon gaan winnen? Hoe hard zou dat zijn? No, we're still alive. Oké, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit een hele toffe game. Ik snap het nu. Oh, we moeten een soort van memory doen. Match the icon on the screen to avoid the slime. Oké, even kijken, goed kijken waar alles zit. Wat gebeurt er? Ik snap bij hem niet. Oh, hij laat nu gewoon zien waar ze zitten. Oké. Meloen zit daar, Kerst zit daar. Meloen. Ik dacht dat het hier was. Yes! Kan je elkaar nog steeds eraf beuken of niet? Wow, daar gaan ze. Sinaasappel daar. Kersen hier. Oké, kom op. Wat heb je? Nee! Ik heb niet gezien waar die is. Maar deze man loopt er zo stevig op af. Hier, kijk. Dit was een gokje. Dit was echt een gokje. En we zijn door! Oh, wat een vette game. Top 15. Top 15. Oh, het is hier zo verschrikkelijk warm in de studio, jongens. Echt. Misschien valt het je op dat ik helemaal glim. Ik denk dat het hier 35 graden is. Hier binnen. Kom op. Jump through the hoops. Nee! Oh nee, ik ga hier keihard verliezen.
Kom op. Het wordt me niet gegund. Nee. Ah, nee, hier ga ik echt zo hard verliezen. Nee, kip! Oh, altijd die kip weer. Nee, dat ging ook niet lukken. Ah, oké, dit is niet mijn ding. Nee, ik had hem! Ah, nee! Waarom? Ah. Kom op, knuizen. Deze had ik toch? Altijd weer de kip. Altijd kip, meneer! Hij verpest alles voor me. Oké, dit werkt helemaal niet. Oké, dit is de eerste game mode waarvan je wel echt iets moet weten. Die jumps en die ramps werken niet. Vergeet het maar. Daar moet je niet aan gaan beginnen. Oké, die hebben we. Maar rood staat ver achter. We gaan gewoon verliezen, jongens. We gaan heel erg hard verliezen. Oh mijn god. Overal ben ik te laat. Ik ben echt overal veel te laat. Oké. Team Rood gaat echt keihard verliezen. Wat een rotspel. Ik heb er geen zin meer in. Jongen. Ja, dat was een team effort. Dit vind ik niet cool. We zijn net buiten de top 10 gevallen, jongens. We zijn net buiten de top 10 gevallen. Dit was hem, denk ik, volgens mij. Ik denk dat nu mijn game erop zit. Ik weet niet, even afwachten. Wat gebeurt er nu? Ik neem aan dat ik best wel punten krijg. Huh? Het lijkt erop alsof we gewoon doorgaan. Reach the top first and use R2 to grab the crown. Oké, laten we het gewoon proberen. Huh? Maar wat is dit dan? Ik dacht dat we eliminated waren. Oh, ik zit te kijken. Oké, laten we deze nog wel heel even kijken. Ik ben van duif, meneer. Kom op, duif, meneer. Duif, meneer Oh, ik wou zeggen, die gaat zo lekker. Nou, hij gaat nog steeds best lekker, hoor. Hij staat tweede, denk ik. Nu niet meer. Nou. Nee, nu niet meer. Nu zeker niet meer. Kijk hier even mee met de alligator, meneer. Nee. Oeh, nou. Het duif, meneer, heeft gewonnen. Ik heb het gezien. Het was een andere duif, meneer. Maar hij heeft wel gewonnen. En dit is de winnaar van de game, toch? Kijk hoe dichtbij we waren. Oh, dit was ook geen duif, meneer. Maakt niet uit. Maar kijk hoe dichtbij we waren. Voor een eerste playthrough was het meer dan prima. Colonzo. Gefeliciteerd, Colonzo. Je hebt het verdiend. Je hebt er hard voor gewerkt. Maar kijk, dit was best oké, toch? Voor een eerste keer. Hoppa. Level up. 500 kudos. Helemaal content mee. Ja, zeker weten. Jongens. Dit was mijn allereerste potje Fall Guys ooit. Maar ik ben nu al zo verliefd op deze game. Deze gaan we zeker weten op stream spelen. Dus zorg dat je dat niet mist. Wil je meedoen? Check Twitch. Check twitch.tv/koosgk. En doe gewoon gezellig mee. Want dit gaan we zeker weten op stream spelen. Fall Guys is pleuris vet. Jongens, bedankt voor het kijken. En zie jullie dus op Twitch, hè? Later!